Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Geneesmiddel van de Week. In deze aflevering staat het geneesmiddel metoprolol centraal. Metoprolol behoort tot de groep beta-blokkers en is geïndiceerd als onderhoudsbehandeling van angina pectoris na myocardinfarct bij mild tot ernstig hartfalen, hypertensie, hartritmestoornissen en als onderhoudsbehandeling van migraine. Metoprolol werkt op de beta-receptoren, welke onderdeel zijn van het sympathische zenuwstelsel. Er bestaan verschillende soorten beta-receptoren, waarvan de beta-1 en de beta-2-receptor worden beïnvloed door beta-blokkers. Metoprolol is een zogenaamde selectieve beta-blokker en grijpt selectief aan op beta-1-receptoren. Maar hoe werkt metoprolol dan voor de eerder genoemde indicaties? Dit zit als volgt. De beta-1-receptoren bevinden zich op het hart en op de nieren. Op het hart zorgt remming van de beta-1-receptor voor een negatief chronotroop effect en een negatief inotroop effect. Hierdoor neemt de zuurstofbehoefte van het hart af. Dit is gunstig bij bijvoorbeeld angina pectoris. Ook is er een negatief dromotroop effect, wat invloed heeft op de geleiding door het hart. Hierdoor is metoprolol dus geïndiceerd bij atriumfibrilleren. Blokkade van de beta-1-receptoren op de nieren zorgt voor een verminderde renineafgifte, waardoor de bloeddruk zal dalen, wat dus weer gunstig is bij hypertensie. Door het negatieve chronotrope en inotrope effect neemt de cardiac output af, wat ongunstig zou zijn bij hartfalen. Uit onderzoek blijkt echter dat de beta-blokkers een gunstig effect hebben op de remodeling van het hart bij hartfalen, waardoor er zelfs een verlaging is van de mortaliteit. Zoals bij bijna elk geneesmiddel heeft ook metoprolol bepaalde bijwerkingen. Hoe hoger de dosis van metoprolol, hoe meer bijwerkingen er ontstaan. Op zich is dit logisch, maar in het geval van metoprolol ook te verklaren doordat de selectiviteit verloren gaat. In zo'n geval kunnen er dus meer bijwerkingen optreden door de blokkade van de beta-2-receptor. Beta-2-receptoren bevinden zich op de vaten en de longen en door blokkade van de receptor ontstaat er bronchoconstrictie en vasoconstrictie. Dit zou dus impliceren dat het gebruik van een beta-blokker niet gewenst is bij aandoeningen als COPD en astma. Echter, uit een meta-analyse bleek dat het gebruik van beta-blokkers bij COPD niet alleen het risico op mortaliteit liet dalen, maar ook het risico op exacerbaties van COPD verlaagde. Dit effect werd niet gezien bij de niet-selectieve beta-blokkers. Voorzichtigheid is dus ook geboden bij het gebruik van niet-selectieve beta-blokkers en een hoge dosis selectieve beta-blokkers bij patiënten met astma en COPD. Een veel voorkomende bijwerking die door de beta-2-blokkade ontstaat, zijn koude handen en voeten. Andere bijwerkingen die veel voorkomen zijn vermoeidheid en orthostatische hypotensie. Dit wordt veroorzaakt door verlaging van de hartslag door metoprolol. Vanwege decompensatieverschijnselen of bronchiale moeilijkheden is het nodig om met een zo laag mogelijke dosis metoprolol te starten en daarna langzaam op te bouwen. Ook mag er niet zomaar gestopt worden met een beta-blokker. Dit leidt namelijk tot een verhoogde morbiditeit en zelfs mortaliteit door exacerbatie van ischemische symptomen of reflex-tachycardie bij atriumfibrilleren. De dosering moet dus stapsgewijs gehalveerd worden gedurende tenminste 2 weken. Een ander onderwerp dat interessant is om te bespreken is het metabolisme van metoprolol. Metoprolol is een substraat voor het enzym CYP2D6. Dit betekent dat geneesmiddelen die door dit enzym remmen of induceren, de hoogte van de metoprolol plasmaspiegels kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van sterke CYP2D6 remmers zijn fluoxetine, quinidine, paroxetine en ritonavir. Let dus goed op bij een combinatie van metoprolol met deze middelen. Bovendien staat CYP2D6 er ook onbekend binnen de populatie verschillende polymorfismen te hebben. Patiënten kunnen poor, intermediate of ultra-rapid metabolizers zijn, waardoor metoprolol respectievelijk verminderd of sneller door CYP2D6 afgebroken worden.
Als laatste moet er opgelet worden bij de combinatie metoprolol met diltiazem of verapamil. Dit zijn calciumantagonisten die vooral effect hebben op het hart. Doordat beide geneesmiddelen de AV-geleiding remmen en de antihypertensieve werking wordt versterkt, is er een verhoogde kans op bradycardie, AV-blok en hypotensie. De combinatie wordt in sommige gevallen wel bewust toegepast vanwege het synergistisch effect. Tot slot in het kort wat je echt moet onthouden over metoprolol. Metoprolol is een selectieve beta-blokker en werkt via beta-1-receptoren die zich bevinden op het hart en de nieren. Metoprolol is geïndiceerd bij hypertensiem, atriumfibrilleren, angina pectoris, hartfalen, myocardinfarct en migraine. Het is negatief inotroop, chronotroop, dromotroop en heeft een antihypertensieve werking. In hoge doses verliest metoprolol zijn selectieve eigenschappen en blokkeert het ook de beta-2-receptoren op de longen en de venen. Bijwerkingen die vaak optreden zijn koude handen en voeten, orthostatische hypotensie en vermoeidheid. Voorzichtigheid is geboden bij hoge dosissen metoprolol en patiënten met COPD en astma. Metoprolol is een substraat voor het enzym CYP2D6, dus let op bij geneesmiddelen en producten die dit enzym kunnen beïnvloeden. Tot slot dient er opgelet te worden bij de combinatie van metoprolol met diltiazem of verapamil. Deze geneesmiddelen hebben ongeveer hetzelfde effect, waardoor er een verhoogde kans is op hypotensie, bradycardie en een AV-blok.